Milo. Hi. Hey, knapper, als goed. Ja, vertel ja, eens, waar zijn wij? We zijn hier op de Next Mobility Hackathon. Een hackathon? Een wat? Een hackathon. Wat ja. Een hackathon? Ja, wat, hoe leg je dat uit? Een hackathon is eigenlijk gewoon een samenkomen van mensen. En waar je vroeger zag dat een hackathon vooral technisch was, dus met programmeurs en nerds, zie je tegenwoordig dat de hackathon vooral een samenzijn is op sociaal vlak. Met studenten van heel veel verschillende achtergronden. Mm-hmm. We hebben hier de mazzel dat we in de Singularity University ja. Van de Nederland zitten. Dus iedereen gaat met een chip in zijn lijf ook naar huis. En waar? Gevolgd. Novette. Hè? Eindhoven. Oh, Eindhoven. Eindhoven. Waar else, ja? Eindhoven de gekste. Eindhoven de gekste. En we hebben studenten van allerlei soorten en smaken. Milo van der Linden. Ja. Alle soorten en smaken. We hebben veel dames, wat ik zelf heel erg leuk vind. Mm-hmm. En ik vind dames ook leuk. Jonge en oudere studenten. We hebben seniors, zoals we ze noemen. Dat zijn developers die gewoon lekker uit die ouderwetse nerdy hackersfeer komen. Die ook meedoen. En samen zijn ze aan het zoeken naar hoe kunnen wij de mobiliteit in de provincie Brabant weer in beweging brengen. En dat heeft verschillende niveaus. Dat gebeurt op stedelijk niveau, dus kan het in Eindhoven beter, kan het in Den Bosch beter. Er is een challenge voor Stappengoor bijvoorbeeld bij Tilburg, waar alles vastloopt 's ochtends als al die studenten tegelijk naar die school gaan. Maar ook over knooppunt A2 bij Deil. De challenges zijn eigenlijk gemaakt door de provincie en dat is misschien een beetje gek. Want dat is een staatsgecontroleerde hackathon. Een state-controlled hackathon. Nee, maar dat is misschien een beetje sarcastisch. Wat je vooral merkt is dat de beleidsmakers van nu kunnen zich niet identificeren met de jongeren van vandaag. Het is een hele andere manier van werken. Wij hebben vroeger nog geleerd om in de schoolbanken te zitten. En jongeren van vandaag de dag werken in projectvorm. Dus zo'n hackathon. Dus ze willen eigenlijk top-down, bottom-up iets laten ontstaan, maar toch nog gecontroleerd of geregisseerd. Ja, en wow. Mij als moderator, ik heb dus de mooie taak. En jij hebt je ziel verkocht hier. Dat is, zo zou je het kunnen zeggen. Okay. Maar ik heb de mooie taak om te voorkomen dat de hackathon te veel wordt beïnvloed door de beleidsmakers. Ja. Dus ja, ze hebben de challenges bedacht. Ja, ze hebben het probleem geïdentificeerd. Maar we hebben vooral gezorgd dat ze geen oplossingsrichting voorkouwen. Mm-hmm. Dus niet vertellen aan die groepen studenten van zo willen wij de oplossing, want dan lijkt het wel werk. En daar zijn we voor natuurlijk. En wat je daarnaast heel sterk zag, was dat als die beleidsmakers aan praten met die groepjes, dan wordt er een soort vergadering belegd. Zullen we ons eerst even voorstellen. En daar heb ik al heel snel gezegd van nee, loslaten. De hackers, de groepjes, die doen gewoon zelf samenwerken aan de oplossing. En jullie mogen alleen kijken en ontdekken. Nee, geweldig. Nee, ik denk dat jij een mooie brugfunctie kan vervullen. Je hebt ook voor de gemeente gewerkt. Ja. Nee, maar dat is geweldig. We hebben mensen zoals jou nodig. Nou, zullen we even naar binnen lopen, kijken wat, wat ze allemaal uitspoken. Okay. Ik ga ze niet lastigvallen hoor. Jawel, gaan ze lastigvallen. Ja. Gaan ze bevelen. Try te vloggen. Wij familie van Ismaël Ilgun. Nee, dat is niet. Oké. Oké, nou hier hebben we dus onze helpdesk. Ja. Waarmee kunnen ze helpen? Met alles. Met wifi-problemen, maar ook met als je kabels nodig hebt. Mm-hmm. Of als je je buurvrouw wil ontvoeren, dan hebben ze hele dozen. Wow. Oké. Alles is voorraden. Maar zonder gekheid, ook de diverse Arduino-boordjes en shields, alles wat erbij hoort. Dus een mocht bel? Je echt iets technisch... Ja, als er iets uitgeleend wordt, gaat de bel. Oké. Nou, als je het nodig hebt, wat heb je nodig? Ja, dan moet je wel iets bestellen. Ja. Oké. Okay. Ik kan het niet ongedaan maken. Koffie. Ja. Oké. We kunnen hier wel zachtjes solderen als je dat wil. Straks misschien even. Hittemassage. Ja. Oké, geweldig. Hittemassage. Nou, vertel eens, wat zijn die kinderen hier aan het doen? Nou, de verschillende challenges zitten dus aan verschillende tafels hier in de ruimte. Uh-huh. En ze zijn allereerst vooral aan het kijken, wat kunnen we met de datasets die we hebben gekregen van de gemeente? En vervolgens komen ze hopelijk met hele leuke ideeën van hoe ze daar dan een oplossing voor kunnen verzinnen. Maar zitten er ook mensen uit het bedrijfsleven? Of is het alleen maar beleidmakers? Challenges zijn ook vanuit... Nee. Er is ook een klimaatchallenge die heel specifiek vanuit het bedrijfsleven is. Oh mijn god, we hebben hier concurrentie. Wat moet jij nou? Oké. Ben je ook aan het vloggen? Oké. Ja, maar ze aan het voegen. Is er veel laptops? Veel laptops? Even langs gaan. Schetsen over de ideeën.
Oké. Okay. Nou, even kijken hoor, zijn mooie kleurtjes. Je gebruikt dadelijk data voor... Openbaar vervoer? Ja. Ja. Hoe vinden jullie het zover? Leuk. Ja, veel dames inderdaad. Leuk. Normaal gesproken bij die technische hackathons zijn we van die nerds, allemaal van die kerels. Oh, fijn. We need code girls, right? Absoluut. We moeten ook even die... We hebben ook vooral die nieuwe inzichten van dames nodig, die heel anders denken dan wij mannen. Diversiteit, geweldig. Diversiteit, ja. Qua kleur mag het nog wel wat. Ja, ik denk wel. Hè. En we hebben ook transgender nodig en ook homo's en zo. Waarom niet? Waarom niet? De beste ideeën komen uit onverwachte hoek. Diversiteit is ons kracht. Ja. Maar dat is ook juist de bedoeling van hackathons, toch? Multidisciplinaire teams, mensen van verschillende disciplines en achtergronden komen bij elkaar in een gemoedelijke sfeer, setting. Zonder politieke shit en zo, toch? Gewoon werken aan een goede oplossing, ja. Waar iemand van heeft. Ja. Okay. Je daar niet gehinderd door politiek die zegt, dat moet die kant op. En dat is voor ons belangrijk, verkiezingscampagnes. Oké. Creativiteit alom, leuk. Ja, heb je trouwens de Nuna 5 al gezien? De nieuwe iPhone? Is het de nieuwe iPhone? De nieuwe iPhone, de Nuna 5. Oh, Nuna 5. Ja, een nieuwe iPhone. Vet mee door Australië gereden. Oké. Okay. Oh. Even promotie van ons vrienden. Hilton, doe maar. Dit is dus ook weer een stukje Nederlands trots, hè? Ja, heerlijk. Dat vind ik echt fantastisch. Wauw. Ja, die tegeltjes is leuk, man. Wauw. Ja, Nederlandse cultuur wordt geëxporteerd. Ja, dat is goed. Ik zie kaartjes. Oké. Okay. Hey, Zabe, geen dames. Hallo. Kunnen jullie wel winnen zonder dames in het team? Ja, dat is echt van de meeste. Ja? Ja. Ik heb een tranen in jouw gemeente. Dat is een emotioneel plan. Ik denk wel echt altijd een goed plan hebben. Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Kort, hè? Ja, in Tilburg heb je een explosie, zeg maar. Explosie? Oh mijn god. Dus je hebt bussen zijn te druk. Hier willen wij een oplossing voor bedenken. En wij willen hierdoor minder bussen laten rijden en het fietsen stimuleren. Mm-hmm. Daarbij de verbinding tussen de scholen van studenten natuurlijk te verbeteren. Waardoor we en daarbij de fietsen. Oké, dat was te lang. Kort, we gaan straks nog een keer doen. Maar waar studeren jullie? NATV. Ja. Zijn er ook mensen van Tilburg University? Daar heb ik gestudeerd, hè? Nee? Totaal niemand hier? Ja, oké. Nou. Dat zit vast met een vergrootglas wel te vinden. Oké. Nou, niet representatief. Oké. Succes, jongens. Dankjewel. En als ik leuke dames tegenkom, stuur ik jullie kant op. Dus Kim. Ja, maar het is wat. Ja, heerlijk. Oké. En je zei, boven zijn ze ook bezig? Nee, hiernaast waren ze wel boven volgens mij. Dus... Maar dat is alleen voor bobo's, toch? Ja, bobo's en beleidsmakers. Mag je überhaupt bobo's zeggen? Bobo's klinkt zo negatief, man. Is het negatief? Het zijn gewoon mensen die nu op de stoel zitten waar deze hackers over een paar jaar terechtkomen. Wauw, exact. Dat is geweldig. Hey, maar vertel eens, hoeveel politici hebben verstand van coderen en programmeren? Wat dacht je van nul? Nul. Ik denk dat je daar redelijk in de buurt komt. En in Den Haag hebben we het over. En Eindhoven, een gemeente hier? Is het bovengemiddeld? Nee. Ja. Kijk, een politicus wordt ingefluisterd door zijn omgeving. Hè? En als je als politicus in een high-tech omgeving rondloopt, dan zul je meer verstand kunnen aantonen van high-tech dan als je uit een klein dorpje bent. En die... Het blijft hangen en of het echte kennis is, dat... En die techneuten, hebben zij überhaupt dan een lobby? Of kunnen zij politici iets in de oren influisteren? Want volgens mij... Ja, technici. Ja, natuurlijk kan dat. Je kan politici altijd wat influisteren, toch? Oké. Maar hebben techneuten daar wel zin in? Want die hebben volgens mij daar niet zoveel zin in. Wat je wel meer ziet, is dat als je dingen doet en je laat zien dat dingen anders kunnen, dan zul je af en toe even door de drek heen moeten kruipen. Mm-hmm. Neem nou Stefan, die we net spraken, van OV-loket en de OV-loket. Ja, die jongens die doen het gewoon. Dus die maken een oplossing om OV 9292 beter te maken naar hun gevoel.
En vervolgens krijg je halve politiek over zich heen. Geweldig, geweldig. Disrupt, 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 until they start paying you. Until they start paying you. Or noticing you. Ja. Dat gaan we niet bekijken. Oh nee, geweldig, heerlijk, heerlijk. Oké, okay. Nou, wat nog meer? Wat valt hier nog meer te doen? Oh. Wat er nog meer te doen komt, ze zijn gewoon een hacker. Ze zijn een hacker. Ze zijn gewoon leuke, gave ideeën, concepten aan het maken voor problemen die op mobiliteitsgebied zijn. En dan moeten we ze mee met rust laten. Oké, okay, duidelijk. Okay. Dan kom ik morgen even kijken, ja? Ja? Dan gaan we evolueren. Dankjewel, Milo. Geweldig.